Hallo serpentjes, ik ben Rico Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe bloedstollende aflevering van Starlit Adventures. De vorige aflevering zijn wij gebleven in de prachtige tweede wereld genaamd Sneeuwbergen. Dus laten wij level 13 lekker binnenglijden. Ik kan niet skiën en snowboarden en zo. Het enige wat kan de sneeuw is mijn naam plassen, sneeuwballen maken die dan keihard zijn. En ja, zijn een van die apperskihutten. Net zo lang drinken tot ik niet meer weet wat ik daar kan. Dus, level 13. Leuk hè? We spelen vandaag met de vliegoutfit. En ik wil niet, zeg maar, de expert van deze game gaan uithangen. Maar ik heb een vermoeden met de kleur donkerbruin dat de vliegoutfit een outfit is waarmee je misschien... don't take my word for it. Zou kunnen vliegen. Speciaal voor deze aflevering heb ik wat nieuwe feitjes meegenomen. Ik had een tijdje geleden een aflevering genaamd Taco nog iets. Ik weet niet meer, ik weet niet eens hoe die video heette. Maar het woord taco zat erin. En daar had ik wat willekeurige feitjes. Maar ik had ze gewoon in mijn hoofd zitten. En ik dacht ik gooi ze eruit. Deze keer heb ik speciaal voor jullie willekeurige feitjes opgezocht. En ze zijn echt leuk. Eerste willekeurige feitje, hè, komt ie. Val meteen met de deur in huis. Doe een duimpje omhoog of doe het niet, klootzak. Het wordt gewaardeerd, weet je wel. Ik moet ook gewoon de rekeningen betalen. Nee, ik weet niet waarvan, weet je. Ik woon bij mijn moeder thuis, maar toch. Doe een duimpje omhoog, of niet. Feitje nummer 1. Blije koeien geven meer melk. Dat vind ik een mooi iets. Maar dat gaat dus echt heel ver. Niet gewoon blije koeien geven meer melk, punt. Nee, was het maar zo'n feest. Wat dus blijkt, is als je koeien afzonderlijke namen geeft, dus dat je echt één koe consequent iedere dag Bertha noemt, dat verhoogt de melkproductie met zo'n 3%. Dat is zo cool. Als je gewoon koeien gewoon een beetje liefde geeft, net zoals mij, dan gaan ze gewoon meer melk produceren. Dat vind ik fijn. Vind ik gewoon hartstikke fijn eigenlijk. Produceerde ik maar zoveel melk. Over melk produceren gesproken. Het volgende feitje. Het vogelbekdier, zoals natuurlijk Phineas en Ferb, Perry het vogelbekdier. Vogelbekdieren geven melk. Heel veel dieren geven melk. Maar vogelbekdieren hebben geen tepels. Maar Rick, hoe geven vogelbekdieren dan melk? Nou, bij vogelbekdieren loopt de melk gewoon door hun huid heen. Zeg maar, ze geven melk gewoon door al hun huid heen. Shit is fucked up, vogelbekdieren. Legit. Vogelbekdieren geven gewoon melk door het gewoon tussen hun huid door te laten stromen. Het fijne aan die vliegoutfit is, dit is waarschijnlijk het eerste level waar ik in principe 100% score kan halen. Alleen duurt het veel te lang. Kijk wat ik aan het doen met mijn leven. Dit is niet de bedoeling, Rick. Hé, hey, dat is trouwens een blok dat je kon duwen. Zo, kijk die puntjes gaan. Ik zie je ze gaan? Ik namelijk wel. Shit, ik ga nu heel snel door mijn feiten heen. Ik heb je al twee van mijn legendarische feiten verteld. En zoveel heb ik er ook weer niet hoor. Ik heb ook gewoon een druk schema. Oké, we hebben hier een sleutel. En aan de andere kant, huh? Een bakje waar de sleutel in kan. Wat leuk. Hé, hey, Willem, dit moet je zien. Nou, valt ook wel je mee hoor, maar... het is wel leuk om het open te maken. Dus wat voor feitjes heb je nog meer? Een hele leuke. Geheime agenten, die hebben natuurlijk heel veel manieren om stiekem te communiceren. Op tijdens een missie en zo. Maar een van de coolste manieren waardoor zij communiceren is als volgt. Zij communiceren door middel van, dit moet je ook met je vrienden gaan doen, hun schoenveters. Zij hebben bepaalde gekke strikpatronen. Van, oh, pam, 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 pam. En dat betekent dan bijvoorbeeld, ik word gevolgd. Of, dat vind ik zo fucking cool. Daar is zo goed over nagedacht gewoon. Schoenpatronen die laten zien wat er aan de hand is. Dat is fucking cool. Dat wil ik ook. Dat is eigenlijk gewoon de moraal van het verhaal. Wat ik net vertelde, dat wil ik zeg maar zelf ook. We kunnen hier al die dingen gaan pakken, maar dan gaan we waarschijnlijk dat wel betalen met een prijs die ja, vergelijkbaar is met mijn leven. Maar we pakken hier en daar wel even wat puntjes, want ik laat me niet commanderen door deze vliegende papzakken. Oh, kijk hoeveel punten ik heb. Het is niet te geloven. Mam, ik heb geen idee of je deze dingen dood kan maken door op een hoofd te springen. Ik ga het gewoon niet riskeren. Oh, nee! Ik heb het geriskeerd. Ik ging dood. Oh, dat werkte dus eventjes mooi wel. Later, bitch. Woo! Ja! Dus ja, wat heb ik geleerd? Stel, je wordt gevolgd door een man met heel raar gestrikte veters. Het is waarschijnlijk een geheim agent. Of iemand die niet normaal zijn veters kan strikken. Zoals ik eigenlijk. Stiekem ben ik ook geheimagent, maar dan niet. Wat? Niemand wil mij als geheimagent. Ik roddel te veel. Meteen op Twitter, oh lol, wat Willem Holleder nou weer doet, YOLO, YOLO. Het werkt niet helemaal tussen ons, dat probeer ik te zeggen eigenlijk.
meer interessante feiten. Ik had een heel Word document gemaakt. Oh ja, ik had een hele leuke over Anonymous. Je weet wel, die fantastische organisatie van nerds die terreur bestrijden op hun eigen manier. Anonymous! Anonymous! Wat Anonymous nou weer heeft gedaan, gekke gasten dat ook zijn. Anonymous heeft... wat Anonymous doet is, er zijn een aantal bedrijven en die mag Anonymous niet. Anonymous vindt het een slecht bedrijf. Ja? Zoals mijn YouTube kanaal. En wat Anonymous dan doet, is bij... Oh, die steen! Oh, nee! Waarom? Wat Anonymous dan doet, is die bedrijven hebben een fax. Dat gebruikt niemand meer, maar je hebt fax. Dat is eigenlijk gewoon een soort printer die je kan mailen. Wat Anonymous dan gaat doen, is zij mailen die fax de hele dag lang foto's van zwart. Gewoon een plaatje met alleen maar zwart erop. Want fax, die shit print automatisch. Dus, ze mailen onder andere Scientology. Dat is die, een hele rare kerk is dat, die allemaal gekke shit doen. Die mailen ze dan de hele dag zwart, waardoor hun printer inkt fucking hard opgaat. Dat is een feitje van mij. Sowieso, als je mensen haat, jouw school of zo, je kan gewoon de fax van je school opzoeken en de hele tijd foto's van je pik sturen, bijvoorbeeld. Of foto's van je Rick, dat ben ik dan, zeg maar. Ik ben jouw Rick. Maar ik weet niet wat strafbaarder is, foto's van Rick of foto's van je pik. Het is allebei verschrikkelijk in ieder geval. Ik zou er niet voor betalen om het te zien. Ik moet even gaan mijn bestand openen. Ik heb dus een heel bestand gemaakt met allemaal feitjes, hè. Allemaal leuke feitjes. Oh, het is best wel fijn om de pijlenboog te hebben hier. Hey! Oh, wat goed. Soms moet je een klein beetje zelfbevestiging hebben. Dus ja, dat eigenlijk. Ik moet deze game nog steeds even een beetje uitspelen op mijn mobiel. Het is echt zo'n dingetje van, ja, ik speel af en toe op per dag. Alleen er zijn al best wel veel levels. En ik heb de storyline, kijk het daar niet naar om. Dus dat boeit me dan weer vrij weinig. Maar ik wil het gewoon uit hebben. Was er een ding? Ik wil gewoon dit hoofdstuk van mijn leven vooral af kunnen sluiten, weet je wel. Dat ik gewoon weet, het is voorbij, het is af. Ik kan verder met mijn leven. Oh nee, ik ben helemaal hier weer bij die verschrikkelijke beesten. Misschien kan een leuk feitje alles beter maken. Shit, ik heb echt bijna allemaal leuke feitjes heen, joh. No. Ik heb nog het leuke feitje, dat eigenlijk gewoon een heel triest feitje is. Iemand een triest feitje? Oh, tuurlijk, Rick, kom maar op. Ik kan ook gewoon dit doen, hè. Dat is ook een tip. Gewoon een lekker stukje dichterbij. Oh, kapot gemaakt. Jullie kennen wel de film Finding Nemo, hè? De film over een klein visje die gescheiden wordt van zijn vader. En dan gaat zijn vader zijn zoon zoeken. Prachtige film. Oh shit, ik ga gewoon even drinken, joh. Nee. Wauw. Dat is gewoon gemeen, man. Jeez. Oh shit, dat was gewoon dom. Ik heb soms momenten dat ik doe van, oh wat gemeen. Dit is echt zo'n moment van... Wat dom! Die heb je ook nodig, die momenten. Sterf alsjeblieft allemaal, een hele pijnlijke dood. Ik moet nu echt eventjes step up my game. Oké, wat was ik ook weer aan het vertellen? Oh ja, een verhaal was ik aan het vertellen, geloof ik. Als ik het goed herinner, was ik bezig met een verhaal. Zo een met een begin, een einde en een clue. Maar meestal geen clue in jouw geval, Rick. Precies. Hoe gaan we dit doen? Kan ik hier doorheen dan? Ja, dat kan. En dan kun je over stekels heen, wat goed. Alleen moet wel snel zijn, anders ga je het doet. Oké, ik leef. Dat was best wel awesome. La 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 la. Even kijken, hoe gaan we dit oplossen? Oh, wacht. Ik heb een idee. A boom. Ja, en dan duwen we die daarin. En dan pakken wij zo dat sleuteltje. Wat verhaal vertelde ik ook weer? Oh ja, Finding Nemo. Die film was dus over een visje die gescheiden werd van zijn vader. En heel ironisch is door die film de verkoop in aquariums echt boom gegaan. Echt in die maand zijn er 3 keer zoveel aquaria verkocht dan in een normale maand. En dat is grappig, want de film gaat over een visje die gescheiden wordt van zijn vader. En zelfs in een deel van de film komt Nemo in een aquarium terecht bij een tandarts, geloof ik. En mensen kopen juist een aquarium waardoor een visje uit de zee wordt gehaald en gescheiden wordt van zijn vader. Dat is super grappig, vind ik dan, hè. Dat is mijn fucked up humor weer. Over fucked up humor gesproken, ik heb nog 1 fantastisch feitje. En dit is een heel speciaal feitje, want het gaat over anussen. Ja, dat zijn mijn favoriete feitjes, kijkers. Wat is er aan de hand met die anus, Rick? Nou, ik ga het je vertellen, kijker. Ik zal je eens even goed vertellen waar het op slaat. Het zit namelijk zo, dat de anus is, shit, ik ga weer dood. Please, no! Ah! Oké, ik leef. Ik moet even heel snel weer omhoog. En dan kan ik misschien nog even gaan langs dat sterretje toe. Ja, dat kan nog eventjes. Dit water loopt namelijk leeg, hè? Dat weet je misschien.
Hey. Yes, oké, ik leef nog, soort van. Fuck jou, ding! Nee! Ah! Sorry, die geluiden waren niet nodig. Ik heb nog één leuk feitje over die anus. Er is een plant. En die neemt de vorm... Oh shit, dat mag je niet raken natuurlijk. Fuck, hoe moet ik dat doen dan? Er is een plant, hè? Zover waren we. En die plant neemt dus... neemt de vorm aan van een dierlijke anus. Waarom? Dat vindt hij leuk, denk ik. Hoe moet ik dit doen? Oh, zo. Bitch, please. En neemt het vorm aan van de anus. Daar waren we gebleven. Rick, je moet niet zo snel afgeleid raken. Ik weet het, je hebt een passie voor anus, maar doe even normaal, slap Janus. Shit, ik ga weer dood. Maar ik moest een pakje hebben, het is het waard. Ah! Woe! Ik leef! Ik leef! Oké, in ieder geval, verhaal afmaken, Rick. Doe even normaal. Ah! Gelukkig is daar een checkpoint. Maar ik heb alsnog pijn. Oh, in ieder geval, anussen. Moeilijk verhaal afmaken als je ook doodgaat en pijn hebt. Die plant doet dus de vorm van een dierlijke anus na. Zodat vliegen, je weet wel, die irritante kutbeesten van poep houden. Die gaan vaak in de anus van dode dieren zitten. En dan gaan ze dus in die bloem. En dan eet die bloem die vliegen op. Dat is fucking cool. Natuur, je bent awesome. Dat vind ik echt tof. Dat is echt weer zo'n dingetje evolutie. Planten en zo passen zich aan. Alles is zo afgesteld op elkaar. Langlevende natuur. Ja, ik ben niet zo'n natuurfreak. Maar dat soort dingen vind ik echt mooi. Dat is echt gewoon hoe die planten zich jarenlang aanpassen. Wat is de beste manier om te overleven? En voor één plant is de beste manier om te overleven de vorm te hebben van een anus. En ja, daar heb ik ook wel vaker een paar keer mee gezeten. Van ja, wat zijn de beste YouTube video's nou echt voor mij om te maken? Ja, misschien moet ik gewoon de vorm hebben van een anus. Misschien is dat wat voor mij. Dit stukje is trouwens wel leuk, dat je iedere keer met dat water meegaat. Haha, vuurvogel. Wat? Nee, wat gebeurt er? Nee, oh nee. Ik zit weer in een of ander optiescherm. Oh, zagen jullie dat? Ik weet niet of jullie dat zagen. Dat kan ik pas zien als ik de video ga bewerken. Ik krijg iedere video van deze serie weer haat dat ik de video bewerk. Maar mensen, dat is omdat ik neem zeg maar mijn gameplay en mijn facecam los op. En die plak ik achteraf bij elkaar. Dus ik moet sowieso de video al fucking 3 uur renderen. Als er dan ergens een hele grote fout in zit, dat ik mijn laptop moet opladen of zo, knip ik dat er even uit. Gewoon handig, gratis. Ik bespaar je een minuut van je leven. Maar nee, ik ga weer zeiken. En mijn toppie. We gaan nu even een leveltje doen, want de laatste level is natuurlijk de eindbouwhaus. En ja, dat vind ik leuk. Ik heb nog 6 pakjes kaarten. Ga ik allemaal fucking openmaken, jongens. Gewoon lachen. Zo mijn vingertjes zo lekker opensnijden. Zo pam, pam, pam. Vind ik gewoon leuk. Het is gewoon even mijn hobby's eigenlijk. Ik heb niet heel veel hobby's, dus dit is eigenlijk best wel triest. Maar hey, je moet ook gewoon doen waar je voor staat. Hoppakee, hoppakee. Vooral de geluidseffecten die ik erbij maak worden door veel mensen als aangename. Hoe pak je die shit nou dan? Dat is toch een manier waarop je het heel snel kon plakken? Gewoon daar dubbelklikken zeker, weet ik veel. Eerder lukte het me wel, gewoon een paar keer klikken en dan plakte hij hem zo uit zichzelf. Ik plak het hele boek vol, jongen, kan mij dat boeien. Bam, daar zo. Daar zo. Ze staan lekker wel op volgorde gesorteerd. Dus dan gaat het redelijk snel. Oh, bam. 36. Ja, hey. Ben gekke Henkie niet? Tuurlijk ben ik gekke Henkie niet. Ik ben, aangenaam. Ben gekke Henkie? Ben gekke Henkie niet? Jawel. Je bent wel gekke Henkie. Net zoals dat ik op Twitter niet Rick Broers heet. Plot twist. Ik ben wel Rick Broers. Jammer dat ik niet één plaatje volledig heb. Dit is toch altijd weer een gat in mijn hart dat, ja, niet te vullen is. Bam, is het nou eigenlijk zo dat je gewoon aan de alle pakjes kaarten moet verzamelen om al die plaatjes compleet te krijgen? Of valt dat ook alweer mee? Want ik heb wel sommige plaatjes dubbel, dus dat zal wel weer niet, hè? Stickeralbum! Oké dan, die heb ik dubbel. Kan ik die nog ruilen of zo? Nee, tuurlijk niet. Fuck die shit. Laatste leveltje! Later! Oké dan, 16. Boogschutter outfit, all the way, speel die shit. En ik ben speel met een andere klas. Fuck die shit. Het is mijn leven, man. Hé, hey, doe eens normaal. Oké, we gaan het beleven. Yay. Oh, dan kan die daarin. Dan krijg je dat sleuteltje. Ja. Soms heb ik echt geen idee wat ik aan het doen ben. Maar dan achteraf opeens. Wow, wat een goed idee. Shit, ik heb daar wat vetzonde. Daarboven liggen allemaal dingen. Niet voor mij. Oh, hier heb je een pistooltje voor nodig. Oké, dan. Die ik wel nog even kan doen is hierin en dan zo... Ah, oh, fuck jou! Ja, yeah, was lachen. Was leuk. I fucked him. Bam. Oké dan. Fijn dat de game het zelf ook weergeeft zo. Bam. Oké, hier zit even een motherfucker in hoor. Ah! Oh, ho, ho! Rekt!
viel ook alweer mee, maar het zag er wel cool uit op camera, denk ik. Hoop ik. Oké, dan. Kan ik hier nog omhoog? Is dat nog een ding? Nee, daar kan ik niet heen. Nou, oké, dan niet, joh. Hè. Doe ik niet moeilijk over. Kan deze gast gewoon op een bek springen? Hopelijk! Oh, nee! Oh, nee! Oh, combi! Oh, wat goed! Oh, kak! Nee! Dit is niet hoe ik het wil! Nee! Oh, nee! Hij is van vuur! Stop! Oh, ik wil een pakje kaarten. Huh, waarom is hij opeens weg? De vuurmeester! Waar is hij? Geen idee, maar ik ben niet dood. Dus ik ben al blij genoeg dat ik niet dood ben. Kill everyone! Kill everyone! Oh, wat goed! Je moet hier doorheen. Net niet te wijd. Oh, toch wel! Oh, oh, wat een deadline! Zag je dat? Ik weet niet of je begreep wat hier aan de hand was, maar abonneer op mijn kanaal, dan komen we er wel uit. Kijk, wat kan ik hier doen? Kut. Hoe fix ik dit? Oh, wacht! Nope, dit is geen oplossing. Nope. Doei! Prettige dag verder, meneer. Ik heb geen idee hoe deze puzzel moest, maar ik weet wel dat ik hem verpest heb. Oh nee, ik zit op een wolkje. Wat is dit nou voor gezeik dan? Kom maar op! Kan ik ook gewoon nog omlaag? Nee! Oh god! Oh god! Waarom deed ik dit? Oh, ik heb hem al geraakt. Oh, Nee! please! Wat? Wat een eindbaas. Hoe werkt dit? Oké, okay, kom maar op. It's you and Mu. Haha. Grapje. Nee, serieus, wat is de bedoeling? Hoe moet ik hem raken dan? Mu, ik had de vraagie. Hoe dan? Moet ik die, kogels van hem raken of zo? Dan moet, is vast iets met iets met... Moet ik op zijn rug springen? Nope, daar ga je gewoon dood van. Top. Probeer het gewoon nog een keer. Fuck jou, Mu. Helemaal klaar met jouw gezeik. Als je dat maar weet. Ja, hij heeft een ding op zijn rug. Waarom moet je daarop springen of zo? Misschien spring je dan weer terug naar, naar je wolkje. Dat zou wel cool zijn. We gaan het allemaal proberen, dames en heren. Kan ik het niet raken met mijn boog? Nee, dat kan niet. Drop. Aha. Aha. Ik heb je te pakken. Jij dwaas. Nee, echt waar. Ik heb je wel echt te pakken. Hij springt. Alleen hij kan helemaal niet bij dat wolkje. Dus is best wel kansloos eigenlijk. Beetje net zoals mijn YouTube-kanaal. Ah, Mu! Ik heb je te pakken! Of moet ik zeggen Mu? Oké, ik vind deze makkelijker dan die taco dan, denk ik. Je hoeft alleen maar deze dingen te ontwijken. En je moet heel veel gemeen lachen. Dat schijnt ook van essentieel belang te zijn. Ga ik nu natuurlijk weer dood. Dat is echt weer iets... Dat is zo jij, Rick. Ah! Stop! Voor de kinderen! Hoera! A bomb. Fuck bitches! Lekker hoor. Nieuwe topscore, dat zou ik weer eens niet. Ik speel ook weer eens een leveltje voor het eerst. Briljante boogschutter, natuurlijk. Dat hoor ik altijd. Laatste keer, middelbare school, pijl en boog meegenomen. 3 kinderen, zo'n pijl zo bam, zo door dit order in, dit order uit. Kreeg ik ook een prijs en een gevangenisstraf. Was goeie. Oh nee. We glijden van de waterval af. Ik vind die mannetjes zo cute. Weet je, ik ben niet echt, ik heb niet echt een gevoelige kant. Die laat ik nooit zien in mijn video's. In mijn video's is alleen maar, planten anus. Maar, dit is gewoon cute. Dus, doe ermee wat je wilt. What? Zonnewater. Die komt om drendelen. Tuurlijk. Ik vind het helemaal best. Groenwoud? Sure. Radenkasteel? Waarom niet, hè? Droomwoestijn? Fuck yeah. Lavakamer? Schaduwgrot? I don't give a fuck. Dit zijn alle wereldjes dus. Ik moet wel zeggen, het is net leuk hoe lang zo'n wereld duurt. 8 leveltjes, weet je wel. Je wil ook niet dat je 30 levels in een wereld blijft. Dus ja, volgende wereld is zonnewater. Maar in deze wereld heb ik voor mij gewoon alle sterren gepakt. Ik wil niet zeggen dat ik fucking awesome ben. Maar dit is wel een hint. Even niveau 6 balen, heel casual. Staat al een paar afleveringen om te wachten. Pam 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 badabadam bam bam bam. Oh, geen munt voor jou. Oké, dan. Lieve mensen, ik geef bedankt voor het kijken van deze aflevering van die Starlit. Ja, als je het een leuke video vond, doe even een duimpje omhoog. Als je denkt, nee, dan nog een duimpje. Dan zie ik je niet meer terug. Hier is trouwens een klavertje 4. Klik je erop, krijg je een speciale aanbieding. Super tof. Dan jou even kijken naar deze aflevering. Tot de volgende aflevering. Doe even een duimpje omhoog voor meer feiten over planten, anussen. Maar ook vogelbekdieren zonder tepels. Dank jou voor het kijken. Doei!
Bedankt voor het kijken, dat maakte mij zo blij. Bedankt voor het reageren, ook dat maakt me heel blij. En bedankt ook voor het liken, ja la 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 la. Ja la 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 la. Blijf kijken, niet zeiken, dat lijkt me een goed plan, ja!